Goedemiddag allemaal. Geheel tegen de verwachtingen in mag ik jullie moderator zijn vandaag. En dat komt omdat degene die eigenlijk de moderator zou zijn, die is bij een bevalling van zijn vrouw. Dus die zou wel behoorlijk ruzie hebben mocht hij hier toch vandaag gaan staan. Dus ik wil jullie van harte welkom heten, onder andere namens Groep A Architecten. Dit is de vierde editie alweer van Carbon Lab Stories. Eigenlijk een debatplatform, even mijn woorden. Debatplatform om met elkaar het debat eigenlijk te laten plaatsvinden, te stimuleren als het gaat om klimaatpositief bouwen. En vandaag deze editie gaat over, heel plat, geld. Wat kunnen we met geld om de transitie te bevorderen? En daar hebben we straks vier leuke stoelgasten, is dat een beetje een woord? Jawel toch, stoelgasten hebben we dus voor straks. Maar ik wil eerst even aan Willem van Genuchten het woord geven, die ons iets gaat vertellen. Dankjewel. Applaus voor Norbert. En bedankt voor de snelle beschikbaarheid als moderator. Welkom allemaal namens Groep A Architecten, de denktank van Groep A Carbon Lab. Maar ook namens de Rotterdamse Architectuurbiennale, met wie we intensief samenwerken. En ook namens het Keilen Collectief, met wie we ook intensief samenwerken aan dit programma. Normaal doen we het in het Keilenpand in Rotterdam. En voor Provada maken we een uitstapje. Het Carbon Lab is in leven geroepen om te onderzoeken hoe we klimaatpositieve gebouwde omgeving mogelijk kunnen maken. Wij zijn ervan overtuigd dat het kan. En vooral ook dat het moet. En misschien even een introductie als context voor dit gesprek. Waar gaat het eigenlijk over? Ik ga even achter deze stoel staan. Wij zijn verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot als gebouwde sector wereldwijd. 30% daarvan is energie, huishouding. 10% is ongeveer materiaalgebonden. Per land is het een beetje anders. En om dat misschien wat uit een abstractie te halen, tonen we dit beeld. Wij bouwen ieder jaar 13 keer heel New York City erbij wereldwijd. 13 keer New York City aan beton, staal, asfalt, gordijnen, bestek. Alles wat je maar kunt bedenken. Nou, dat betekent natuurlijk iets voor de doelstellingen van het Parijsakkoord. Dat gaat natuurlijk niet helemaal met elkaar in de pas. Dat betekent dat er voor ons allemaal een nieuwe rol is weggelegd, namelijk door de bril van de CO2-uitstoot kijken naar de opgave. Dat is iets wat je erbij krijgt. We blijven natuurlijk ruimtelijk ontwerpen als architecten, zeg ik zelf. Maar de CO2 kan ook een sturende rol gaan vervullen en zal een sturende rol moeten vervullen in hoe wij de gebouwde omgeving werkelijkheid maken. We zijn als Carbon Lab begonnen met de vraag, wat hebben we in ieder geval met z'n allen gemeen in de gebouwde sector? Dus we gaan kijken wat zijn regelgevingselementen en incentives die voor iedereen aan tafel van toepassing zijn. Op globaal niveau, op Europees niveau, nationaal niveau en zelfs op lokaal niveau, gemeentes of provincies, dan zie je dat er heel veel op ons afkomt. En de verwachting is dat deze lijst niet compleet is, dat die de komende jaren alleen maar groter en uitgebreider wordt. Daar wil ik eventjes twee dingen uitlichten. We kennen allemaal, als het goed is, de MPG. Wij hopen als groep A en als Carbon Lab dat daar ook een Global Warming Potential Indicator bij komt binnen de afzienbare tijd, die specifiek stuurt op CO2-uitstoot door te bouwen, dus vooraan in het proces. Dit is een lijst van NIBE en de Dutch Green Building Council die aantoont hoe je binnen het budget kunt blijven binnen Nederland, hoe je dan een aantal kilo's CO2 per gebouwde vierkante meter BVO kunt kwantificeren en die je steeds verder naar beneden bijstuurt, zodat je op een gegeven moment heel laag uitkomt. Ik ben ervan overtuigd dat je ook naar onder de nul kunt. Dat heeft natuurlijk direct effect op hoe we dingen ontwerpen, hoe we het ontwikkelen en hoe we het bouwen. Hoe gaan wij dan met z'n allen wonen, leven en werken? Gaan we dat op deze manier doen? Lekker de weilanden volbouwen? Gaan we juist de hoogte in met het idee, je moet flink, compact, iedereen heel dicht op elkaar laten wonen? En werkt het dan ook echt beter? Of gaan we misschien naar een model van de compacte stad zoals we die kennen van voor het modernisme, van voor de industriële revolutie? We hebben dat heel high over even uitgerekend om te zien wat gebeurt als je die getallen omzet naar global warming potential voor heel laag stedelijk, voor heel lage dichtheden, een soort van urban sprawl model Los Angeles. We hebben het Barcelona blok berekend en we hebben gekeken naar een van de hoogste torens ter wereld van Vignoli op Manhattan. Nou, dan kom je tot de wellicht niet zo verbazingwekkende conclusie dat het Barcelona blok het meest efficiënt is.
de toren buitengewoon veel uitstoot. Die is natuurlijk heel inefficiënt, die is niet compact. Er zit een enorme kern in vergeleken met de vloeroppervlakte wat je daadwerkelijk realiseert. En de woningen, de vrijstaande woningen, zijn eigenlijk ook vrij intensief, CO2-intensief. Wat misschien interessant is om daarbij te vermelden. We hebben hier alleen gekeken naar de gebouwgebonden, materiaalgebonden CO2. Dus niet naar wat stelsel met infrastructuur. Dus de lage dichtheid die aan de linkerkant is, nog flink omhoog gaan, als je dat wel mee zou rekenen. We hebben ook gekeken naar, kun je naar klimaat positief, CO2 negatief, nou dan tot onze, wel niet tot onze verbazing wellicht, kom je dan uit op een model waarin het Barcelona-blok buitengewoon goed presteert. Daar kun je flink CO2 mee opslaan, met hetzelfde aantal woningen als bijvoorbeeld de toren rechts, die veel hoger is, maar die op hetzelfde oppervlakte ontzettend veel CO2 blijft uitstoten, omdat je zo'n toren niet volledig biobased kunt uitvoeren. Tot zover deze introductie. Ik geef nu weer het woord aan Norbert, die nog wat verder zal uitleggen in welke context we ons begeven. Wij zijn ook met Carbon Lab zojuist op online gegaan op Instagram. Dus bezoek ons vooral, follow us. Instagram, is dat nog van nu? Volgende keer TikTok. Ja, ik heb een beetje een dubbele rol. Want inderdaad, op vrij korte termijn mocht ik de moderator gaan spelen. Tegelijkertijd heeft Willem mij gevraagd om ook even iets korts te zeggen om de context te schetsen waar bevinden we ons nu in. En ik denk dat ik namens in elk geval de mensen die straks hier op de stoelen zullen plaatsnemen wel mag spreken dat we eigenlijk geen tijd te verliezen hebben. Maar toch wil ik eerst heel even stilstaan bij onszelf. Namelijk dat wij onszelf homo sapiens noemen. En mijn vraag is, weet iemand wat de letterlijke vertaling is van een homo sapien? Wat betekent een homo sapien? De levende mens? De wetende mens, ja. Ja. In mijn woordenboeken zag ik de wijze mens. Dus dat komt wel overeen, de wijze mens. En ik durf mezelf steeds vaker de vraag stellen, zijn wij wel zo wijs? En dat wil ik proberen te illustreren met een aantal slides. Namelijk, ik begin hiermee. Onze aarde die bestaat voor 4,5 miljard jaar. En stel even dat je dat comprimeert naar 24 uur. Wederom even een kleine strikvraag. Namelijk, hoeveel tijd spenderen wij als mensen dan op deze aarde, als de aarde dus 24 uur zou bestaan? 2 minuten, 5 minuten, ik hoor ergens secondes. 1 seconde, nou, je zit wel weer verdomd goed dichtbij in de buurt. 3 secondes. Ja, dus in 3 seconden hebben we eigenlijk voor elkaar weten te boksen dat we deze aarde best wel aan het verprutsen zijn. En dit vond ik een mooi plaatje, althans mooi. In 2020, het welbekende kanteljaar, nee, dan ga ik het niet over corona hebben, maar over materialen. En in 2020 hebben we namelijk voor elkaar gekregen dat we meer door de mens gemaakte materialen hebben in gewicht op aarde dan biomassa. Oftewel meer beton en staal, et cetera, dan dat we hebben aan schimmels, insecten, bacteriën, dieren, mensen. Dit is niet een trend die je zou willen dat doorzet. Ja, en hier hoef ik eigenlijk weinig over toe te lichten. Ik vond het wel een bijzonder plaatje die sinds kort nog meer betekenis heeft gekregen. Want waar de echte moderator nu bij een bevalling is, ben ik nu net 2 weken vader. En ik durf best wel te zeggen dat mijn dochter de enige in deze zaal is die het jaar 2100 gaat behalen. En de keuzes die wij vandaag met elkaar maken, heeft dus invloed op die wereld, hoe die er in 2100 uit gaat zien. En eigenlijk voelt het een beetje alsof we onze toekomst verkopen in het heden. En dat noemen we dan economische groei. En het gaat niet alleen maar over CO2. Dit zijn de planetaire grenzen. Je ziet ook hierin dat de trend niet beduidend die goede kant op gaat. En wees niet bang. Ik hoop dat zeker de tafelgasten of de stoelgasten straks met een positief verhaal komen. Ik probeer zelf ook nog even een positieve draai aan te geven. Want we hebben wel degelijk natuurlijk oplossingen. Maar feit is denk ik wel dat we kunnen vaststellen dat we op dit moment eigenlijk een beetje vastlopen. Zowel met onszelf als met de aarde. Dit plaatje tot slot even qua de negatieve teneur. Dit is ons CO2-budget. Sterker nog, eigenlijk moet ik hem alweer updaten, want mondiaal is die nog maar 250 gigaton. Dus trek overal om en erbij 10% af. Maar dit betekent dat we nog maar 16 megaton aan CO2-budget voor de gebouwde omgeving hebben. Voor in eeuwigheid. Als je dan kijkt naar de woningbouwplannen van Hugo de Jonge, hij is er vandaag ook. Vanmorgen heeft hij een praatje gehouden. Wat ik heb begrepen is dat het woord duurzaamheid niet 1 keer naar voren is gekomen. We moeten volgens hem 900.000 à 1 miljoen woningen bouwen.
Als we dat gaan doen op de manier waarop we nu gewend zijn, met een MPG van 0,8, dan schieten we dus volledig door het CO2-budget heen. Met als consequentie dat een Onno als projectontwikkelaar straks misschien wel tegen de rechter aanloopt. Want de rechter zegt straks, ja, jammer vriend, maar jij stoot simpelweg te veel CO2 uit. Ik leg je project stil. Nu gebruik ik Onno even omdat hij hier vooraan zit. Maar iedereen weet natuurlijk dat Ballast op een hartstikke goede manier bezig is met bio. Ga ik niet zeggen, joh. Good news. We have the solutions. Ja, we hebben oplossingen. En een van die oplossingsrichtingen is carbon-based design. Dus niet enkel bio-based, maar carbon-based design. En dat begint al bij niet bouwen. Namelijk gebruik maken van wat we al hebben. En kleiner gaan wonen met elkaar. Want we leven behoorlijk op grote voet in Nederland. En toch even als voorbeeld wat zou kunnen als het gaat om houtbouw, biobased bouwen. Veel mensen denken steeds dat het alleen maar in laagbouw kan, maar de wereld toont inmiddels wel anders. En tot slot, en dit gaat ook meteen een brugje zijn naar waar we het straks over gaan hebben, is de welbekende X-curve van het Drift Instituut. En een transitie bestaat namelijk niet alleen maar uit het opbouwen van het nieuwe, niet alleen maar uit het opbouwen van duurzaamheid, maar ook over het afbreken van een bestaand oud systeem. En dat betekent ook dat je jezelf 4 vragen kunt stellen. Namelijk, wat zouden we moeten stimuleren? Waar zouden we eigenlijk mee moeten stoppen? Wat zouden we anders moeten gaan doen? En wat zouden we moeten gaan behouden? En met die 4 vragen zou ik graag onze gasten naar voren willen vragen. Ten eerste Onno Dwars van Ballast Nedam. Leontien de Waal van ABN. Constantijn van Edge. En tot slot Thomas Welling van RVO. En dan ga ik even spieken. Dan ga ik jou alvast 1 microfoon geven, alsjeblieft. Gaat hij aan? Ja? Ja, hij staat aan. Top. Ja, Onno. Kan je eens even vertellen over jezelf? Wie ben je? Wat doe je? Ja. Ik doe mijn best. Dat is wat ik doe. Het blijkt niet genoeg te zijn als ik Norbert hoor. En ik binnenkort moet solliciteren voor een nieuwe baan, heb ik ook gehoord. Dus we mogen niet meer doorbouwen. Dus misschien moet ik kamers gaan splitsen of zo, weet ik veel wat ik moet gaan doen. Dus nee, ik werk bij Ballast Nedam Development, vastgoedbedrijf van Ballast Nedam. En wij zetten ons in om kijken waar we deze transitie waar mogelijk kunnen versnellen. En we proberen wat we eigenlijk proberen te doen. En dat is ook wat Norbert doet met deze beelden. Wij proberen de toekomst eigenlijk naar het heden te halen en te kijken op basis van de toekomst, eigenlijk wat de toekomst van ons vraagt, te kijken wat we nu moeten doen, hè, wat we anders moeten doen. En dat lijstje, we krijgen steeds meer inzicht wat we aan het doen zijn, het lijstje wordt steeds groter en het wordt steeds urgenter. En daar zetten wij ons als bedrijf heel hard voor in, met mijn collega's, om te kijken hoe we juist die versnelling kunnen bespoedigen, maar ook hoe we kunnen helpen met andere wet- en regelgeving, maar ook met andere financiële systemen. En dat hebben we onder andere ook gedaan, zeer succesvol met de energietransitie. Hebben we ook systemen kunnen veranderen en daarmee ook de wereld op het gebied van de energietransitie in een versnelling kunnen krijgen, waardoor problemen ontstaan. Ik ga even testen. Nee, ik kon je nog niet onderbreken, maar ik vind het hartstikke goed. Ja, Leontien, zou je iets willen zeggen over wie je bent, wat je doet? Jazeker. Ik ben Leontien de Waal, ik ben sectorbanker bouw bij ABN AMRO. Nou, zoals jullie wel begrijpen, ABN AMRO ontwikkelt niks, bouwt niks, althans niet meer dan ons eigen hoofdkantoor. We hebben wel een hele belangrijke afhankelijkheid, zeg maar, van die gebouwde omgeving. We hebben heel veel relaties die in die sector actief zijn, bijvoorbeeld bedrijven zoals Ballast Nedam. Slogan is Banking for Better for Generations to Come. Nou, dat is een hele mond vol. En dat kan je wel leuk roepen, maar dat moet je dus ook waar gaan maken. En dat vinden we dus ook ontzettend belangrijk. Maar dat moet je dus ook terug kunnen zien in onze producten en in onze diensten. We zijn een financier, maar we moeten daar nog wel extra stappen in zetten. En wat jullie dan doen, daar ga ik jullie... Horen jullie mij? Ja? Is het goed? Oké. Daar ga ik je zo nog even iets over bevragen. Constantijn, dezelfde vraag aan jou even. Wie ben je? Wat doe je? Constantijn Berning, werkzaam bij Edge. Ik zit daar in de directie. Probeer mijn steentje bij te dragen aan een betere omgeving door betere gebouwen te ontwikkelen. Die ambitie hebben wij al jaar en dag.
van duurzame gebouwen naar duurzame, gezonde, slimme gebouwen. Wij hebben de lat nu ook hoog gelegd en gezegd, wij moeten ook naar zero carbon footprint. Dat is heel makkelijk gezegd. Het is best wel lastig om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. En mijn belangrijkste pleidooi is om dat echt met elkaar te doen. Jij gaf het net al aan. Je kan het niet alleen. Je hebt de toeleverende industrie nodig. Je hebt de overheid nodig. Je hebt ook de financiële industrie nodig. En het is wat mij betreft niet een probleem in de zin van dat we de technisch nog niet uit zijn hoe het moet. Maar het is een mindset. Je moet het willen en je moet het doen. Mooi bruggetje. We hebben de overheid ook nodig. Thomas, wie ben je? Wat doe je? Ik ben Thomas Wellink. Ik ben van de Rijksoverheid, de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Dat is een uitvoeringsorganisatie van verschillende ministeries ook. Je zal het misschien wel kennen van allerlei subsidies en regelingen. Dus daar heb ik ontzettend veel collega's die daar mee bezig zijn. Ik hou me bezig met duurzame gebouwen. Veel van mijn collega's die zijn geworteld in de energietransitie. En ik, mijn werkveld zit meer op de koppeling tussen energie en het materialenveld. En om dat te bewerkstelligen en verder uit te bouwen, door te bouwen. Zodat het ook in de rest van Nederland gaat rollen. Een van de lastige dingen is, ik bouw dus geen gebouwen. En daar worstel ik soms wel mee. Je kan altijd een carrière switch maken. Als Onno straks niet meer gaat bouwen, ga jij gewoon lekker bouwen. Ik wil jullie ook de mogelijkheid bieden, als er prangende vragen zijn, steek vooral je hand op. Ik heb uiteraard vragen voorbereid, maar als je een vraag hebt, schroom niet, steek je hand op en dan mag je die vraag ook stellen. Thomas, ik wil bij jou beginnen. Namelijk RVO. Jullie zijn inderdaad geen bouwer. Hoe zie jij de rol van RVO als we het hadden over de opgaven die we hebben met elkaar. Wat is jullie rol om die transitie te versnellen? We hebben daarin verschillende rollen. Ik noemde het al, het subsidiëren, financiering mogelijk maken is een van die rollen. Het gaat ook over programmaondersteuning, kennisontwikkeling. En mijn persoonlijke rol hierin is ook, we hebben het over CO2 gehad. In het beginplaatje, als je die cijfers ziet, die maken gewoon ontzettende indruk, ook op mij. Naast dat ik natuurlijk werk voor RVO, ben ik ook een vader van twee kinderen. En dan heb je wel dat perspectief van 2100 voor je neus. En dat je denkt, ja, maar welke kant gaan we op? Wat voor wereld willen we achterlaten voor hen? Hoe kunnen we, dat is de vraag die ik mezelf stel, een level playing field voor die verschillende organisaties, voor die hele keten in de bouw, zo creëren, zodat uiteindelijk ook dat vliegwiel daar gaat komen en dat het geen uitzondering is van duurzaam bouwen, maar echt gewoon common ground voor iedereen. Willem die noemde net even de GWPA, de Global Warming Potential Indicator. Super makkelijke term voor iedereen in de bouw uiteraard. Is dit voor iedereen bekend? Weet iedereen waar we het dan over hebben? Of zijn er nog mensen, en schroom alsjeblieft niet, maar steek even je hand op als je zegt, ik heb toch even wat toelichting nodig. Hartstikke fijn. Thomas, ja. Zou jij dat willen toelichten? Jazeker. We weten dat het maken van een bouwwerk, het neerzetten van een bouwwerk, het onderhouden, het gebruik van een bouwwerk, dat heeft allemaal impact op het milieu. Een van die milieu-impactcategorieën is CO2. GWP, Global Warming Potential, zegt eigenlijk niets anders dan een CO2-eis die wel of niet aan gebouwen zou gesteld moeten worden, om ervan uit te gaan dat we dat kunnen minimaliseren, kunnen reduceren en op die manier met de gebouwde omgeving een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. En jullie hoorden het goed. Thomas werkt bij de overheid, is genuanceerd, moet hij ook zijn. Wel of niet nodig gaat zijn. Die is wel nodig, beste mensen. Ik ga hem even doorgeven aan Onno. Onno, ik heb begrepen dat jullie duurzamere projecten, dat je daar ook financieel meer gewin uit weet te halen. Kan je daar iets over vertellen? We kregen sowieso meer. Het gewin is meer dan alleen geld. Wat we hebben gedaan toen wij gasloos gingen bijvoorbeeld. We hebben er berekening gemaakt hoe we dat konden doen met alle woningen, alle projecten die we deden. We zagen dat beleggers er meer voor wilden investeren. We hadden de analyse op orde om te bepalen. In 2017 hebben we dat besloten. En 2019 is onze hele portefeuille energie neutraal gemiddeld ontwikkeld. Doen we nog steeds. We zien gewoon dat het kan.
En dat is wat we de hele tijd doen. We slaan het toch elke keer weer plat. Dat doen we nu ook met CO2. Daarom zitten wij toch tegenaan te bemoeien over carbon credits. Om te kijken hoe we de business case rond kunnen krijgen. Maar we zijn ook in kaart aan het brengen. Wat kunnen die beleggers allemaal gaan doen? Wat zo meteen komt de ESG. De EU-taxonomie komt eraan. Komt allemaal wetgeving uit Europa aan. En wij zien dat die bankensector... die is zich al aan het voorbereiden op die volgende stappen. Die stellen zichzelf al dusdanig kritische vragen, ook de pensioenfondsen, dat je ziet dat de appetite, Achmea, Real Estate zei het vandaag ook, ze gaan daar gewoon de komende jaren massaal instappen. Omdat het andere vastgoed eigenlijk niet meer te financieren is. Dus wat wij doen is die verkenning nu al maken. Wat betekent dat voor het vastgoed? En we betrekken juist die partijen die dat nu al willen bij onze projecten. En dan is het vaker rond te rekenen dan dat het was. We zijn er nog niet, want we willen eigenlijk dat iedereen het kan. En dat is de reden ook waarom wij heel erg geloven dat CO2 beprijsd moet gaan worden. Onderdeel van het afwegingskader moet gaan worden. En dat het niet aan toevalligheden wordt overgelaten. Dat is ook de reden waarom wij achter de lobby hebben gezeten om gasloos bouwen in de wet te krijgen. We hebben dan nu hetzelfde gedaan met natuurinclusief bouwen. Om dat in de wet te krijgen. Nou, dat gaan we ook met dit thema doen. Wij geloven erin dat daarmee gelijk speelveld ontstaat. En dan pas kunnen we echt snelheid maken. En dan gaat die toeleveringssector ook echt veranderen. Je noemde even carbon credits. Ik kan me voorstellen dat er mensen bij zijn in de zaal die denken, carbon credits, wat houdt het in? Gaat het een speeltje zijn, zodat fossiele bedrijven dan het lekker kunnen afkopen en nog steeds heel fossiel kunnen bezig blijven? Kan jij daar iets over zeggen, Onno? Wat houden die carbon credits in voor onze sector? Ja, eigenlijk het mooiste voorbeeld vind ik Tesla. Is een van de meest smerige bedrijven in de wereld, omdat ze hun carbon credits hebben verkocht. Om aan te geven dat je niet dus... op het moment dat je gaat handelen. Tesla heeft in de auto-industrie heb je zoveel CO2 per auto wat je mag uitstoten en je moet een bepaalde categorie hebben. Dus daarom zie je Chrysler, Fiat kopen en zie je allerlei transacties ontstaan, want dat heeft met dit systeem erachter te maken. En wat ze hebben gedaan is, Tesla heeft natuurlijk in de gebruiksfase heel weinig CO2 uitstoot en die hebben dat verkocht aan Chrysler. En die hebben hun CO2, dus eigenlijk wat hun positieve impact ten opzichte van het hele extreem slechte handelen wat ze hebben gedaan, hebben ze verkocht om uiteindelijk winstgevend te worden, waardoor ze bij boek, bij calculating, niet meer zo schoon bedrijf zijn. Nou, dat is wat ook in de bouwsector kan gaan gebeuren, is dat wij bijvoorbeeld gebouwen gaan maken. We hebben op ons stand ook gepresenteerd een natuurhuis. Daar kunnen we 30 ton CO2 in opslaan. Dat doen we met de keten, even voor duidelijkheid. Maar die kunnen we in de toekomst misschien gaan verhandelen. Maar dat betekent dus dat wij wel voor de ESG, voor de EU-taxonomie, dat wij onze schoonheid als het ware hebben verkocht. Maar daarmee kunnen wij misschien wel die versnelling van die sector bewerkstelligen. En dus die handel in credits gaat ons helpen om juist extremere stappen te maken en misschien wel CO2-positieve projecten te gaan maken. En misschien goed om te benoemen hierbij, ik zei het al, kunnen dan straks fossiele bedrijven die carbon credits kopen van een bal als Nedam. Er gaan best wel strikte regels zijn daarbij gebaat. Dus het is niet mogelijk voor als jij een volledig fossiel bedrijf bent, dat je naar Ballast gaat en zegt, nou, dan wil ik die credits wel kopen. Er zijn best wel strikte restricties aan gepaard. Maar ook de verkoper heeft restricties. Zeker. Dus we kunnen niet alles zomaar verkopen. Alleen op het moment dat je positieve impact hebt, kan je pas verkopen. Dus, en dat wordt verder aangescherpt. En dat zien we op ons afkomen. Maar het is nu wel echt een kans. Andere industrieën is het al gebruikelijk. In de bouw- en sectorindustrie is het niet gebruikelijk. En daarom zijn wij groot pleit bezorgen dat dit echt gaat komen. Dan wil ik hem doorgeven aan Leontien. Want ja, carbon credits, ESG... Is nog een vraag volgens mij. Oh, nou dan gaan we die in. Kom maar. Ja, hi. Als jij een huis verkoopt aan mij, als particulier bijvoorbeeld, ben ik dan eigenaar van die CO2-footprint? Want nou is het huis van mij. Nee, het is überhaupt de vraag of ik eigenaar word. Dat is nog de discussie waar het eigenaarschap komt. Komt het misschien bij de agrariërs terecht, hè? Die bijvoorbeeld CO2 daadwerkelijk met hun gewassen afvangen. Maar je krijgt er dus een handel in de keten van. We hebben dat discussie ook met LTO over. En de vraag is, willen zij het hebben of willen wij het hebben? Mij maakt het echt geen jota uit, even plat gezegd. Maar ik zit hier toch voor het grotere geheel. En ons gaat erom dat er een incentive komt om dit soort materialen te gaan gebruiken. Dus als die agrariër dat daadwerkelijk gaat gebruiken en die heeft die credits en die kan die verhandelen,
dan verwachten wij dat de biobased producten goedkoper gaan worden. Dus dat betekent dat het aantrekkelijker wordt om het toe te passen. En het kan zijn dat er iemand het wel verkoopt. Dat is ook wat we eigenlijk bij een Tesla zien. En dat zien we ook bij ons zometeen. Gaan we het zometeen met of zonder credits verkopen? Dat wordt uiteindelijk de discussie. Maar uiteindelijk is het ook nog de discussie met de LTO-bedrijven, land- en tuinbouwbedrijven. Willen zij het zo meteen verhandelen of gaan wij het verhandelen? Maar dat is, het staat nog echt in de kinderschoenen. De eerste pilots worden opgestart om dit te gaan verkennen. Leontien. Ja. Geld. Geld speelt een of geen rol. Jij werkt bij de bank. Ja. Jij zou ongetwijfeld zeggen, het speelt een rol. Ik heb me dit niet laten vertellen, maar dat is meer persoonlijke ervaring na, 15, 20 jaar in de sector. We zijn een heel masculine, binnengekeerde, geldgedreven, korte termijn cultuur in de bouw. Het is wel heel leuk, maar dat is wel een beetje zo. Goed dat je de hand in eigen boezem steekt. Ik heb er heerlijk aan bijgedragen, denk ik, ja. Maar toch even de vraag naar jou als bank. Hoe kunnen jullie als bank nou stimuleren dat we van korte termijn geldgedreven kunnen gaan werken naar langere termijn waardegedreven? Ja. Nou, eerst nog eventjes een algemene opmerking over geld speelt geen rol of speelt een rol. Geld speelt een rol en tegelijkertijd speelt het helemaal geen rol. Ik denk een opdracht waar de banken voor staan is dat we het wel heel ingewikkeld en complex hebben gedaan. Hebben gemaakt, we hebben heel veel regeltjes verzonnen, condities verzonnen, waaronder je gebruik kunt maken van het geld dat wij ter beschikking stellen. Ik denk dat daar een enorme uitdaging ligt om weer aan een stuk complexiteitsreductie te gaan doen. Dat moet ook, want er is genoeg geld. Er is genoeg liquiditeit, zoals we dat in bankaire termen noemen, in ook de bouw- en vastgoedwereld, om te lenen aan relaties, et cetera. Dus daar ligt een enorme taak voor ons als bankwezen. Het begint wel te voelen alsof je mijn vraag ontwijkt, Leontien. Nee, zeker niet. Nee. Nou ja, je vraagt wat kunnen we doen? Ja, wat kunnen jullie doen als bank? Om van het geld gedreven korte termijnen. Nou, dan kom ik inderdaad aan de beantwoording op de beantwoording van jouw vraag. En dat hangt ook weer met het eerste wat ik zei samen. We moeten het simpeler maken. Wij stapelen, net als de overheid, stapelen wij in regeltjes. En op een gegeven moment liggen er 10 regeltjes bovenop elkaar. En dan lukt het niet meer. Dus we moeten het echt ondernemers, want dat is dan de tak van sport waarin ik actief ben, moeten het weer makkelijker maken om dus geld te krijgen voor duurzame doelen, voor nobele doelen zoals CO2-reductie. Dat proberen we nu onder andere door. We hebben net als live experiment een nieuwe lening in de markt gezet, waarbij we graag afspraken willen maken met bouwondernemers. Nou, als jij je CO2-reductieplan voor de komende 3 jaar overlegt, dan spreken we dus voor de komende 3 jaar doelstellingen af, en je haalt die doelstellingen, dan krijg je een rentekorting, even in vaktermen 40 basispunten, dus 0,4 procentpunt. Maar hou die doelstellingen niet, dan kan de rente op je financiering ook duurder worden. Kan het meer gaan mooie kosten. Mooie stap. Ik zei net al in het voorgesprek, om welke CO2 gaat dit? CO2, dat is een goede vraag. Het CO2 van de bedrijfsvoering van een bouwbedrijf, CQ ontwikkelende bouwer. Dus we zijn ook bezig met een transitielening, zoals we dat noemen, specifiek voor vastgoed. Maar die hebben we nog niet. Ja, die is volgend nog in jaar Provada, dan kondigt ABN de volgende stap aan, hoor ik al. Ja, daar ga ik voor. Mooi. Dan gaan we naar jou, Constantijn. Je zei net al iets over jullie carbon net zero strategie. Ik weet dat Anja bij jullie is daar echt een voorvechter voor geweest. De vraag die misschien in deze zaal ook wel leeft is, een strategie is leuk. Maar hoe vertaal je dat nou naar de praktijk? En op welke manier merken projectontwikkelaars bij jullie nu iets van die strategie? Dat is een hele goede vraag. We hadden het er van tevoren ook al even over. Toen zei ik gekscherend, wat wij nog wel eens hebben gedaan, is als wij iets vonden of iets noodzakelijk vonden, het roepen, de bal vooruit trappen en het gewoon gaan doen. Hier hebben we een andere strategie gevolgd. We zijn al bijna 1,5 jaar bezig om uit te dokteren. Hoe kan je nou op carbon sturen? En wij zitten in 3 landen. We zitten in Engeland, we zitten in Nederland, we zitten in Duitsland. En kunnen we naar een soort van uniforme methodiek? Zijn we best al lang mee bezig geweest om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat op dit moment nog niet mogelijk is. Dat is volgens zonde van de tijd eigenlijk. Maar daar hebben we wel heel veel kennis mee opgedaan. En nu zitten we echt in het stadium van gewoon doen. Hè? Hadden wij het net ook al over learning by doing. En dat is bij deze thematiek denk ik super belangrijk.
Want je kan het allemaal op papier uitdenken, maar je moet het gewoon doen. En waar loop je tegenaan? Ja, tegen allerlei zaken. Wij hadden bedacht vanuit een soort van uniforme methodiek dat wij moesten sturen op een target van, vergeten getal even, van 500 kilogram CO2 per vierkante meter. En wat bleek, dat de Dutch Green Building Council in Nederland had bedacht dat het 250 moest zijn. Maar ja, die hadden andere aannames gedaan. Dus wij dachten, van, wat zijn wij nou aan het doen? Zijn we nou gek? Hè? En zulke soort dingen, daar loop je dus in de praktijk tegenaan. Het andere wat wij zien, is dat er ook wel een discrepantie zit, of een dilemma eigenlijk, tussen enerzijds op carbon sturen, en anderzijds zijn we ook wel heel erg bezig om energie neutraal te sturen. In verschillende methodieken loopt dat ook wel spaak. Want als je vol voor lage carbon footprint gaat, is het best wel ongunstig om heel veel te investeren in zonnepanelen. Ja, die dilemma's die kom je dus vandaag de dag, als je op carbon stuurt, continu tegen. Het andere waar je tegenaan loopt, is dat zeker in een heel vroeg ontwerpstadium, valt of staat het met de juiste data. Wat je nu ziet is dat de milieudatabase, die is gewoon niet up-to-date en niet goed genoeg. Mijn pleidooi van je moet in een heel vroeg stadium met alle partijen samenwerken, dat geldt ook heel erg voor de toeleverende industrie. Je hebt gewoon echt de echte getallen nodig van, laat ik maar zeggen, de allerlaatste, het liefst biobased producten, om echt op carbon te kunnen sturen. En dan kom ik naar jou toe. Toch even een vraag, want betekent dit, nadat jullie strategie hebben gelanceerd, ik geloof ergens begin dit jaar, vertaalt het zich ook in andere projecten, ander soort projecten? Of uiteindelijk het project anders wordt, weet ik niet. Maar je voegt een andere dimensie toe. Waarbij je vanaf het allereerste moment ook rekening moet houden met carbon. En niet als een soort van nice to have, maar het is gewoon een harde voorwaarde waaraan je moet voldoen. Dus je hebt nog een extra indicator of een factor die bepaalt hoe groot of waar je oplossingsruimte zit. Dus ja, uiteindelijk vertaalt dat zich natuurlijk in een iets andere opgave. Wat super belangrijk is, en wat ik ook wel shocking vind, is dat kennisdeling super belangrijk is. En wij er eigenlijk allemaal van uitgaan dat studenten op hogescholen en universiteiten hier vol op onderwezen worden. En dat is nog niet zo. Dus voor mij moet daar ook nog wel wat gebeuren. Ja, dat is een leuk onderwerp om straks nog even aan te snijden. Ik ga even hierin. Ik ga even tussen jou door zo. Ja. Je bent op een handige plek gaan zitten. Ja, sorry. Ik ben wel benieuwd, want ik neem aan dat jullie projecten ook door de interne besluitvorming gaan. Je geeft al aan van vanaf het begin is sturen op carbon en dus binnen een bepaald carbonbudget bouwen is een voorwaarde. Hoe gaan jullie ermee om als een project bij jullie door de besluitvorming gaat en het voldoet niet aan die carbon eis? Nou, dan geven jullie waarschijnlijk dat terug. En dan zal de ontwikkelaar zeggen, ja, dat kunnen we wel doen, maar dan kost het wel zoveel meer geld. Kiezen jullie projecten uit waar je leergeld bijvoorbeeld op wil betalen? Of ja, hoe ga je daarmee om in de besluitvorming? Mooie vraag. Ja, nou ja, net zoals dat het in het ontwerpproces een factor is waar aan voldaan moet worden, is het ook bij onze interne besluitvorming gewoon een onderdeel waarop beoordeeld wordt. En het is voor ons een harde eis. Op het moment, en dat is misschien een ander onderwerp wat misschien ook nog langskomt, wat inhaakt op of geld een rol speelt. Vandaag de dag leven we in toch wel economisch uitdagende tijden. En wat je ziet is dat niet voor de hand ligt, maar het gevaar op de loer ligt dat uiteindelijk om een project haalbaar te maken, dat dan duurzaamheid ondersneeuwt. Wij proberen daarvoor te waken en de carbon eis die wij stellen is gewoon een harde eis. Maar wat we wel zien is dat uiteindelijk de puzzel leggen om een project haalbaar te maken, ook met de carbon eis, wel steeds uitdagender wordt. Ja, kijk, er zijn op verschillende manieren kan je een project haalbaar maken. Bijvoorbeeld op het moment dat het een situatie is waar je ook afhankelijk bent van de grondprijs van de gemeente, ga je in gesprek met de gemeente hoe belangrijk zij bijvoorbeeld die carbonambitie vinden en of ze het waard vinden om
een reductie op de grondprijs te geven. Dus die discussies die voeren wij nu ook eigenlijk aan de lopende band. Ja. Ja, en om af te ronden, want sprekers naast mij willen er ook iets over zeggen. Wat je ook ziet is dat investeerders en huurders, zeker de investeerders waar wij mee werken, die stellen het ook als eis. Het is niet meer, zou fijn zijn of, nog nooit van gehoord, maar interessant. Het is gewoon een harde eis. En wat je daar ziet is dat daar de bereidheid ook steeds groter wordt om iets extra te investeren om het mogelijk te maken. Onno, jij kan hier ongetwijfeld ook... Ik mocht van Onno. Eerst. Ja. Ja. Vrouw eerst. Nee, ik vind het heel inspirerend om te zien dat zowel bij jou als bij jou... dat jullie echt in een koploperspositie bevinden. En dat je ook woorden aangeeft zoals harde eis. En dat is misschien wel even interessant om te benoemen. Vanuit een bank zoals de onze hebben wij nog geen harde eisen. We doen niet aan uitsluiting. En dat klinkt misschien een beetje raar. Maar het belang is wel, zeg maar, om niet... alleen Ballas Nedam en Edge in beweging te krijgen. Die doen het al. Die zijn al intrinsiek gemotiveerd. Maar het is juist belangrijk, zeg maar, dat we in heel Nederland... dat bouw- en vastgoed Nederland in ontwikkeling dat heel komt. Polderend Nederland meekrijgen. Nou ja, kijk, polderen, dat vat ik dan maar even op als een negatieve uitleg van... zo komen we nergens. Dat is ook weer niet de bedoeling. Dus ik vanuit de bank wil wel heel erg graag die richting opduwen. Maar we zijn nog niet zo ver dat we zeggen van... nou, als het er niet in zit, in de projecten of in de financieringsaanvragen die voorbij komen... dan doen we het niet. Dus jullie stellen nog geen eis? Wij, als ik hem even nou ja, zo vertaal? We zijn wel, daar kijken we wel naar, maar we vinden het wel heel lastig... om zeg maar bovenwettelijk te gaan zitten. Dus je kan natuurlijk van alles bedenken. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de NPG of naar, nou ja, naar wat dan ook. De persproefnormen. Ik vind het heel interessant om iets in te zoomen. Want je zegt, we vinden het best wel lastig om bovenwettelijk te gaan. Ja, waar zit dat in? Wat is het lastige? Omdat wij geen relaties willen uitsluiten van de kans op een duurzame transitie. Want het is geen kunst om zeg maar de kopgroep, het kopgroep in beweging te krijgen. Maar het peloton moet ook mee. En dat is echt de opgave die we gezamenlijk hebben hier in Nederland. Ik zie wel wat reacties. Ja. Jazeker. En dat vind ik ook super tof dat die banken dat doen. En daar heb ik ook heel veelvuldig contact mee. Maar dat zijn andere banken. Die banken die zijn vanuit een andere missie gestart. Namelijk vanuit een groene missie. En ik kijk daar heel erg tegenop. Ik heb daar heel fijn contact mee. En ik vind ook vooral dat zij zeg maar in die financiële wereld als die koploper moeten fungeren en ons als ABN AMRO Bank, Rabobank, ING lekker scherp moeten houden, want wij moeten ook aan. Maar het zijn wel ander type banken met een andere missie en met een andere klantenportefeuille. En wij hebben een veel breder belang. Nee, die wetgeving is de ondergrens. Dat werd hier net ook al gezegd. Ja, we hebben dit wel nodig als ondergrens. Absoluut. Ja. Daar ligt nog een uitdaging, hoor ik zo een beetje. Hier ging ook ergens een hand omhoog. Ik had wel een beetje een vergelijkbare vraag, maar je kan natuurlijk niet zeggen dat je als bank de massa op duurzaamheid mee wil krijgen en je kan geen bovenwettelijke eisen stellen. Want alle koplopers vinden dat de wettelijke eisen niet streng genoeg zijn. Dus dan ben ik wel benieuwd hoe het vanuit de strategie van een bank wordt gekeken op duurzaamheid om de massa mee te krijgen. Nou ja, kijk, het is altijd een kwestie van de wortel, de stok en de preek. En soms is, dat is timing afhankelijk, is niet de stok het juiste instrument. Maar is misschien meer de wortel of de preek het juiste instrument. En dat laat die transitielening denk ik ook zien. Van dat is geen stok, maar dat is wel een wortel. En een inspiring speech van doe dat. Het levert je ook heel veel op als bedrijf. Ja, ik kan me, en dan geef het microfoon maar aan onder. Ik kan me voorstellen dat, zeker ook, want we zijn allemaal mensen. En Leontien, ik ken Leontien, ontzettend duurzame voorvechter. Het is natuurlijk ook lastig in een positie, en of dat nou een BAM is als bouwbedrijf die de grootste CO2-footprint in de bouw heeft en daardoor door Milieudefensie even strak wordt gehouden. Of bij een ABN. Staan ook bij jullie op de stoep. Ja, kan ik me voorstellen. Het is natuurlijk ook wel lastig. Dus om even een lans te breken voor jou als persoon. Onno, wil jij er iets over zeggen? Ik wil even reageren op het feit dat, hoe ga je er nou intern mee om? En de intern is gewoon een best moeilijk verhaal.
Het is best moeilijk op het moment dat je zegt, ik wil naar CO2-neutraal in 2030. Ik neem het bloed serieus en ik ga mijn projecten langs die lat houden. Want die ketens zijn helemaal niet op orde. Op het moment dat je die materialen wil bestellen waar je eigenlijk op moet bouwen, tussen haakjes. Die zijn er nog niet, de rapporten zijn er nog niet. Dus je worstelt in heel veel stappen. Maar daarom is het ook heel erg belangrijk dat je als keten dat aanpakt. Maar vervolgens lopen we dan aan tegen een didam-arrest. Oh, op het moment dat de grondprijs wordt verlaagd om hoge ambities te maken, zegt iemand, hou even, dit mag niet, want er is een aanbesteding geweest. Dus we hebben echt heel veel bottlenecken te breken om uiteindelijk die ambities ook in moeilijke tijden te maken. We hebben het zelf aan de hand met een project waarbij het beeldkwaliteitsplan moet aangepast worden en je hebt gewoon een jaar vertraging te pakken. En dan denk je, dat duurt toch niet zo lang? Nee, maar voordat het in gang wordt gezet, duurt het wel zo lang. Dus je kan die bedrijven net niet, helaas niet allemaal even kwalijk nemen dat ze soms kiezen voor die makkelijke weg. Want die andere weg is heel erg moeilijk en echt heel erg maakt heel veel impact op je bedrijfsvoering. Dat wil niet zeggen dat je niet die extreme kan realiseren. Bijvoorbeeld, wij hebben met havensteden aan de hand gehad. Die wilden geen energie-neutrale appartementen bij ons afnemen. Die wilden gewoon bouwbesluit, want daar hadden ze budget voor. Ze hadden geen beleid hoe ze dat konden doorbelasten aan de sociale huurders. Dat hadden ze niet. Maar we hebben echt moeten lullen als brugman om te zorgen dat de wethouder in stelling werd gebracht, dat de gedeputeerde alvast op de hoogte was, dat de bestuurder alvast weet dat wij anders gewoon die startbouw niet zouden vieren. Het is de manier om het wel voor elkaar te krijgen, maar het kost ontzettend veel tijd. Dus het kan ook wel eens gebeuren dat het niet lukt. Hier was het gewoon een bestuurder die uiteindelijk zei, ik ga het gewoon doen. En we hebben allemaal wat water bij de wijn gedaan en het is gerealiseerd. Maar op het moment dat we, zoals we hier zitten met z'n allen, niet allemaal vasthoudend zijn om die transitie te bewerkstelligen, en er is één partijen in de schakel die het niet wil of niet voor elkaar krijgen, kan het soms echt gebeuren dat het niet gaat gebeuren. En dat heeft met beleggers te maken, dat heeft met ontwikkelaars te maken, bouwers te maken, architecten, met gemeenten. Dus je moet het echt met z'n allen doen. En toevallig mogen we af en toe wat mooie voorbeelden laten zien. Maar niet elk project, ik vertel het thuis altijd, ik probeer het minder slecht dan gisteren te doen. We hebben 70% CO2-reductie gedaan op basis van bouwen tijdens gebruik. In 2022, voor alles wat wij hebben verkocht, 70% is nog steeds 30% verkeerd. En dat is waar we mee bezig zijn om die weg te veranderen. En het is echt niet makkelijk. Ja. Hallo, ik heb een vraag voor Onno en Constantijn. Ik werk bij de Carbon Bank. Dat is een initiatief van een bank die ook moet veranderen. En wij kijken nu naar verdienmodellen voor boeren die vezelgewassen gaan telen voor de bouw. Dat is nog best wel een uitdaging. We moeten daar een aantrekkelijke prijs voor bieden. Willen boeren dit ook gaan doen, hè, op grotere schaal? En ik heb met best wel wat verwerkers gepraat. En ons valt het op, het volume is er nog niet. Maar dat volume gaat er niet komen als er geen afnemers zijn. Dus aan jullie ook wel de vraag. Zien jullie die rol van jullie organisatie om die productie op gang te krijgen? Wat gaan jullie doen om dat verder te helpen? En heb ik niet alleen een verhoud, maar voornamelijk over vezelgewassen die in Nederland geteeld kunnen worden. Ja, om een trapje mee te reageren. Wat wij doen is, wij gaan die vragen aanjagen. Maar wij gaan geen afnameafspraken met individuele boeren maken. Die vragen hebben we vaker gehad. Komen ze individuele agrariërs zelfs toe. Zeggen, wil jij garanderen dat je het afneemt? Ik weet niet eens wanneer een project van ons begint. Ik bedoel, met alle problematieken die met wetgeving te maken heeft. Daar heb ik zo meteen een opslaghal met materialen staan. Ik denk dat daar komt een mediator komt heen zitten. Net zoals dat we nu de bouwleveranciers hebben. Maar wat wij kunnen doen is zorgen dat die vraag drastisch gaat veranderen. Daarvoor zijn we ook druk in gesprek met het Rijk om dat te organiseren. Dus dat we biobased materialen meer gaan toepassen. Dan gaat die vraag of dat aanbod ook toenemen. En op het moment dat de aanbod in Nederland niet snel genoeg kan anticiperen, zullen wij naar de wereldmarkt gaan. Dat is ook wat er nu gebeurt. Er worden materialen uit Litouwen gehaald, uit andere plekken waar vezelgewassen vandaan komen. En op die manier ga je die economie aanjagen. Maar het garanties afgeven, daar moet dan in dit ketenspel, moet bijvoorbeeld een Building Balance probeert dit te organiseren. Dus die gaat daar met de financiële buffer tussen zitten om dat te organiseren. En wat we nodig hebben, is dat ook wat minister De Jonge heeft aangegeven, die MPG omlaag sturen op CO2-uitstoot. Op het moment dat de wetgeving daar aankomt, alleen de aankondiging daarvan gaat al enorm helpen. En er moet uiteindelijk geïmplementeerd worden. Ja, wisseling van dag. Ja, in aanvulling daarop. Het is vooral de vraag stimuleren, maar
Waar wij vandaag de dag tegenaan lopen, is eigenlijk het omgekeerde. De grootte van de projecten die wij doen, willen we heel graag met biobased materialen doen. Maar heel vaak zijn de aanbieders daarvan, die kunnen het alleen omdat het start-ups of skill-ups zijn, die kunnen het niet op de schaal waarop wij het nodig hebben. Dus wat wij vaak doen, en daar stellen we onze projecten ook beschikbaar voor, om dan wel als een soort pilot op een klein onderdeel te doen. En dat moet natuurlijk dan wel net passen. Maar dat is natuurlijk niet voldoende om uiteindelijk die markt op gang te krijgen. Dus dan moet op een of andere manier, of via subsidies of stimulering, moet die markt iets meer gestimuleerd worden. Want die markt die wordt vanzelf groot genoeg. Je ziet vanuit wet en regelgeving gaat het komen, maar je ziet het ook vanuit de investeerdersmarkt. Het wordt gewoon vereist. Het gaat niet heel lang meer duren. Dan is het zover en dan moet die markt er wel klaar voor zijn. Alleen de vraag is, hoe ga je die tussenliggende periode overbruggen? Ja, ik denk dat er ook vanuit de overheid gestimuleerd moet worden. Dit is een mooi combinatiestapje. Onno die zei het al, building balance. Is iemand nog niet bekend met building balance? Ja, heel goed. Building balance is namelijk een transitieaanpak, formeel is het een stichting. En die wordt nu ook gefinancierd door twee ministeries en een handjevol provincies en een aantal banken. En dat is precies waar het dilemma zit. Enerzijds dat je bij de boeren die zeggen, ja, maar wij willen wel gaan extensiveren, maar wij hebben wel garantie nodig dat het wordt afgenomen. De bouwers, ontwikkelaars zeggen, zoals jij ook aan ze geeft, Constantijn, ja, maar het is nog niet voorradig. En verwerkers, dus de industrie, de tussenliggende partij, ja, die worstelt er een beetje tussenin. En die gaan pas ook echt grootschalig investeren als ze aan beide kanten zekerheden hebben. Dus daarom is dat transitieaanpak gekozen dat we zowel aan de agrarische kant en bij de verwerkers en ook bij de ontwikkelaars, beleggers, dat we met elkaar gezamenlijk die stappen gaan zetten waarin ontwikkelaars en beleggers wel gaan aangeven. Wij hebben op, ik zeg even wat, 2025 gaan wij, ik noem even een AM, om bij de 800 woningen denk ik jullie in 2025 per jaar. Nou, zoveel procent daarvan gaan wij uitvoeren in hout met vezelgewassen. Nou, en dat soort, zeg maar even, beloftes, gezamenlijk als ontwikkelaars en beleggers, nou, daar kunnen wij mee op papier, zeg maar even, naar de agrariërs. En die zeggen, oh, maar wacht even, dan wordt het interessant voor ons. Want let wel, dat is geheel terecht wat Constantijn zegt, 2500 hectare op dit moment in Nederland hebben wij aan vezelgewassen. Als wij naar 30% toepassing van vezelgewassen willen, in plaats van mineralen, steen en glaswol, dan moeten we naar 50.000 hectare. Dus er is een enorme schaalsprong nodig in de komende 7 jaar. Want in 2030 willen we op 50.000 hectare zitten. Dus om even een beeld te geven van de groei die we moeten doormaken. Building Balance Initiatief is echt super tof. Want er worden echt gewoon partijen bij elkaar gebracht om die aanbod en die vraagkant te stimuleren. Tegelijkertijd, en dat is eigenlijk een beetje mijn cry-out for help, misschien wel richting RVO, maar ook richting minister Hugo de Jonge. Ja, er wordt geëxperimenteerd met de veelheid aan verschillende gewassen, vezelgewassen. Maar we moeten denk ik ook realistisch zijn in wat kan en wat mag, zeg maar, op ons Nederlands areaal. En Onno zei het net al, hè, we kunnen ook misschien niet alles in Nederland verbouwen. En als we echt een ambitie hebben, dan is die 50.000 hectare misschien ook niet genoeg. Maar ik vind dat er op dit moment, even aan het adres van minister Hugo de Jonge en misschien ook het ministerie van de LNV, dat er te weinig duiding wordt gegeven van, hè, waar hebben we nog meer mee te maken in Nederland? Hoe zit het met de kaderrichtlijn water? Wat kan en mag op onze bodem en onze ondergrond? En wat zijn dan daadwerkelijk de mogelijkheden? Met alle richtlijnen waar ook agrariërs aan gebonden zijn. En in de wetenschap dat we op dit moment 70% van wat er verbouwd wordt in Nederland is gewoon bestemd voor voedselproductie. Veevoeder of om mensen te voeden. En dat is de status quo. Daar moeten we uit. Ik denk persoonlijk dat het niet helpt, zeg maar, als we de blik breed blijven houden op bijvoorbeeld de variëteit aan 10 verschillende soorten gewassen. Ik denk dat we nu veel sneller toch naar convergentie toe moeten, waarbij we kiezen voor een aantal specifieke gewassen en daar met z'n allen push op gaan geven. Dat is een mooie oproep. Dat gebeurt. Dat gebeurt. Ja, en dus dan het weer bij, komt het bij jou ook. Hè? Ja. Zou jij er iets over kunnen zeggen, Thomas? Wat de RVO daar op in inderdaad is dat bijvoorbeeld een van de instrumenten dat we een isolatieprogramma hebben, maar dat we ook onderscheid gaan maken tussen meer met primaire grondstoffen of biobased grondstoffen en dat daar een waardering op die biobased grondstoffen ook gemaakt wordt. Het is nu nog niet zover, maar we zijn dat wel in staat in werking aan het brengen.
zodat het interessant wordt voor particulieren, voor woningeigenaren om naar biobased alternatieven te gaan, financieel ook. Voor mij is dat volkomen logisch. Waarom zou je een grondstof inderdaad in een oven moeten slingeren met 1500 graden er weer uit moeten persen als het ook gewoon kan groeien als vezelgewas en dezelfde werking heeft? Je moet dan wel ook kijken naar de hele keten. Wat zijn de transportkosten en productiekosten die erbij komen kijken? Want anders zijn we onbedoeld met greenwashing bezig. Dat we alleen naar het plantje, naar het gewas kijken. Met de LCA's en dergelijke is dat wel redelijk gecoverd, denk ik. Maar we hebben het best wel over techniek. Best wel over geld, techniek. En natuurlijk de slogan net van geld speelt een rol. Is natuurlijk ook logisch dat we het vervolgens daarover gaan hebben. Maar in mijn optiek is de sociale transitie die we met elkaar moeten doormaken misschien nog wel belangrijker dan het enkel over techniek te hebben. En Constantijn, jij gaf het net al aan, als het gaat om mensen die nu van hogescholen komen of universiteiten, ja, hebben zij het kennisniveau die wij op dit moment met elkaar nodig hebben. Thomas, kan je iets zeggen over ja, hoe gaan we niet alleen maar aanstormend talent, maar ook de mensen die al 30 jaar in het vak zitten, hoe gaan we nu iedereen meenemen in ja, toch op een andere manier naar ontwikkelen en bouwen kijken? He, dat is ja, natuurlijk is er aandacht voor. En tegelijkertijd zien we ook voor alle transities die we nog gaan doormaken met elkaar. Dat die zoveel extra handjes vragen. De schaarste daarin is natuurlijk ook enorm. Dus het heeft ook een vraag over welke procesonderdelen kunnen we efficiënter maken. Maar de vraag van hoe kunnen we de jonge generaties klaarstomen, laten we zeggen, voor de bouwpraktijk van vandaag de dag en voor de opgaves van de toekomst. Ik denk dat heel veel jongeren, waar het misschien 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, was klimaatverandering toch nog een beetje geitenwolle sokken. Die jongeren die hebben wel door van ja, wat blijft er voor ons over in de toekomst? Dus die zijn, ik denk, veel meer gemotiveerd om daar aan te gaan werken. Het is denk ik voor juist de mensen die nu in het vak zitten van, neem hen mee daarin. Neem hen ook, hou die frisse bril die ze hebben. Steek dat vuurtje, wakker dat nog een beetje extra aan. Want ja, dan komt op een gegeven moment echt iets in beweging. Maar het zou ontzettend zonde zijn als dat een doodklap wordt van die frisse blik waarmee ze erin stappen. En dat het uiteindelijk ergens ook in een oud patroon komen van winstbejag en geld halen. En er zelf beter van worden. Maar ja, hoeveel beter word je er zelf van als je straks in zomers hebt waar je niet meer buiten kan zitten. Niet meer naar die mooie stad Barcelona kan gaan waar ze met enorme dichtheid bouwen weliswaar. Maar het is gewoon niet meer te doen is. Ik ga een beetje onorthodox. Ik ga even Rosa vragen. Want ik dacht, ik ga Onno vragen, hoe doen jullie dat binnen Ballast? En toen dacht ik, ja, maar we hebben gewoon een jong talent hier zitten, dus ga ik aan jou de vraag stellen. Want hoe ga jij nou als jong talent binnen Ballast om met deze vraag? Hoe nemen jullie de organisatie nou mee? Goeie vraag. Zet je lekker voor de blokken. Ja, ik had hem helemaal niet verwacht. Ik denk wat wij doen en wat ik heel leuk vind is, we werken heel projectgedreven. Dus iedereen heeft een project waar je verantwoordelijkheid voor hebt. En als je een goed idee hebt, dan kan je dat pitchen. En als het echt een goed idee is, dan gaan we het gewoon doen. Soms op kleine schaal, soms op iets grotere schaal. En omdat je dan bewijslast hebt dat iets werkt, dan overtuig je weer andere mensen. En om daarover te vertellen, denk ik dat je organisatie meeneemt. Dus eigenlijk, ik denk een beetje ruimte voor jezelf en je eigen ideeën. Mooi. Wil je er nog op toe lichten, aanvullen? Ik denk dat wel, wat Roos zegt, is waar. En op het moment dat wij zien dat het overal kan, schakelen wij door. We hebben ook eigen besluit afgekondigd. Een soort tegenhanger van het bouwbesluit, omdat we vinden dat het bouwbesluit crimineel is. Hebben wij gezegd, nou, wij gaan onze eigen ondergrens stellen. En die passen we dan gewoon aan op die manier. En dat hebben we ook gedaan met natuurinclusief bouwen. Roos is druk bezig met een project van ons waar we 40 ton CO2 per woning op gaan slaan. Op het moment dat je dat kapitaliseert in geld. Ik ben een beetje tegen het idee dat geld verdienen vies is, et cetera. Ik vind dat je geld verdienen op een duurzame manier moet gaan stimuleren en mogelijk gaan maken. Vaak is dat als je extreem ver gaat, dat nog niet mogelijk. Dus we moeten met elkaar kijken wat is daarvoor nodig. Groen geen poen, zei mijn oud-werkgever altijd. Zonder groen geen poen. Ik denk dat best wel klopt. Ja. Dus, maar ik denk als we die 40 ton, hè, als je kijkt naar de provincie Utrecht, die daar nu al €800 aan hangt, hè, per ton aan waarde.
Als we dus die transitie kunnen maken, kan je 32.000 euro waarde maken. Als je een positieve impact. Of we dat moeten hebben als sector, gaat het helemaal niet over. Maar als je het uitdrukt in geld, kunnen we met andere geldstromen heel veel bereiken. Het zit nu op, dacht ik, 100 euro CO2. ETS, 100 euro. Dus dan hebben we het over 4.000 euro. Maar met 4.000 euro, 10.000 euro, ga je best wel in de woningbouw grote verschillen maken om biobased bouwen te stimuleren. Dus als we slimme dingen kunnen bedenken, hebben we ook gedaan met de warmtepompen, hebben we gedaan met zonnepanelen. Even los van de zonnepanelen, heel slecht in je MPG doen. Er zitten ook heel veel nadelen aan. Maar die energietransitie op gang, dat kunnen we hier zeker doen. Constantijn, kom op jou. Je gaf net al aan over dat jullie internationaal opereren. Hoe staan we ervoor als Nederland? Als je even vanuit jouw blik die jij kent. Ik wou ook nog even terugkomen op wat hiervoor gezegd werd. Dat doe ik daarna even. Wat wij zien, als je Engeland of eigenlijk Londen vergelijkt met Nederland en met Duitsland, lopen wij achter op Londen. Daar zijn ze veel verder met het carbon-based ontwikkelen en design. Nederland zit daar iets achter en Duitsland zit daar weer een stukje achter. Had ik overigens zelf niet verwacht. Ik had verwacht dat Duitsland vooruitstrevender zou zijn. Ja, en heel degelijk daar al mee bezig was. Maar dat was niet echt een thema. Dus dat was voor ons echt een eye-opener. En even terug te komen op je vraag van, ja, wat doe je intern en waar gaan de mensen van aan? Kijk, wat je bij ons ziet is, op het moment dat er een soort van extra laag op de ambitie wordt gelegd, krijg je twee reacties. Gaaf en twee, ja, klopt het nou al wat je zegt? Allemaal eigenwijze mensen. En op het moment dat je ze zelf verantwoordelijkheid geeft om in het ontwerpteam aan de slag te gaan ermee en een eigen weg erin te vinden, dan gaan ze echt aan. En dan komen ze in eerste instantie terug om te vertellen dat we het allemaal verkeerd hebben bedacht. Het lijken wel projectontwikkelaars. Maar ze komen wel met oplossingen. Dus dat is hoe het bij ons werkt en dat is heel leuk. Alleen de grote vraag, dat is ook een beetje de vraag in de zaal hier, van wie pakt de rol nou op om echt te sturen op carbon? Want dat is een beetje de zoektocht waar wij in zitten. Want wij als ontwikkelaar, ja, we weten heel slim dingen bij elkaar te brengen. Maar uiteindelijk zijn wij onwijs afhankelijk van de ontwerpende, adviserende partijen. En wij kijken dan in eerste instantie naar bijvoorbeeld de architect. Daar krijgen we ook niet altijd het antwoord. En dan krijg je naar een duurzaamheidsadviseur. En die weet het ook nog niet helemaal. En dan op een gegeven moment, ja, misschien moet je wel bij een kostenadviseur zijn. Hè? Dat het een soort van, ja, het is echt net zoals je op kosten stuurt. Dan drijf je wel heel ver af. En dat is de vraag die nu ook een beetje leeft bij ons. En denk ik ook in de markt, wie pakt die rol? Willem, ik zie dat je op je lippen zit te bijten. Wil je er iets over zeggen? Ik zie het als een integraal onderdeel van het hele proces. Dus een architect en een ingenieur. We praten ook met andere architecten, andere ingenieurs als Carbon Lab. Om samen te bepalen hoe stel je nou echt vast hoeveel CO2 je vastlegt. Dat is wat wij vooral nastreven. Ik zie het als een integraal onderdeel van wat wij als architect aanbieden. We weten nog lang niet alles, maar we zijn wel begonnen. Het is zeker een antwoord. Ja, ik kom eraan. Zegt u het eens? Nou, ik ben heel blij dat de markt in ieder geval daarmee bezig is. Maar ik vind dat de overheid vrij stil is in dit gesprek in ieder geval ook. Maar ja, je hebt ook een soort, ik heb een beetje het gevoel van de remmende voorsprong of zo. Ik merk dat het bouwbesluit bijvoorbeeld, ik weet niet meer hoe je dat noemde. Ja, nou, die ondergrens die is vrij laag. En op een gegeven moment moet dat natuurlijk ook aangepast worden en die processen natuurlijk intens traag. Dus kan Thomas daar iets over zeggen? Over, zijn jullie alleen zeg maar gericht op markt en andere de onderzoek mogelijk maken voor de markt? Of zijn jullie ook naar de andere kant gericht in de ministeries om daar te lobbyen van jongens, doe wat, kom sneller in beweging, want die wetgeving die moet gewoon aangepast worden. Of in ieder geval mogelijkheden bieden om dit soort innovaties te stimuleren. Kijk, hoe kijk je daarnaar? Kritische vragen, daar houden we van. En ik kan me zo voorstellen dat Thomas wel iets kan vertellen. Misschien wel iets over de Kamerbrief in december. Ik zou de eerste zijn die ook zegt, het gaat ontzettend traag. En je noemde de Kamerbrief van december. Nou, in die Kamerbrief stonden 4 dingen. Enerzijds, we gaan vanuit het ministerie wordt de milieuprestatie-eis
aangescherpt. Die is nu nog 0,8 voor woningen. Die wordt straks scherper gesteld. We gaan die ook uitbreiden naar andere gebruiksfuncties. Dus straks voor onderwijs en voor industriefunctie. Er komen allemaal een eis op milieuprestatie. Daar is ook een punt 3 nog aan toegevoegd om een CO2-eis toe te voegen. En daar te kijken wat er mogelijk is. En een vierde, en dat hebben we al hier even gehad, het Building Balance initiatief om die keten van boer tot pand tot stand te brengen. Kijk, waar je in een project natuurlijk elke keer de afweging hebt, hè, wat weegt wel of wat weegt niet het zwaarst mee, zo zie je in dat hele politieke arena dat daar ook elke keer een lobby zit van aan de ene kant voorstanders van een hele scherpe eis en aan de andere kant tegenstanders daarvan. En dat is, kan wel zeggen, met deze Kamerbrief is dat spektakel nog groter geweest. We hebben ontzettend veel klankbordgroepen, heet dat dan, hè, gehad. Er zijn er bijna 8 geweest in het afgelopen half jaar. Ze zijn allemaal fysiek geweest en iedereen moest fysiek aanwezig zijn. En de groep van 40 mensen was elke keer vast aanwezig. Nou, dat geeft wel het belang van die aangescherpte eis en de afwegingen die erbij zitten. Maar ook de consequenties voor een hele keten van financiering tot producent en leverancier. Dat daar een enorme impact in zit en dat dat ook wel gevoeld wordt. Het zegt nog niks over de uitkomsten van dat traject. Want ja, ik moet daar ook nog even de lippen helaas voor op elkaar houden. Omdat dat in de Kamerbrief van voor de zomer geuit gaat worden. En, maar ja, het frustreert natuurlijk wel dat je zo'n lang proces met elkaar moet doormaken. Voordat uiteindelijk zo'n eis er komt. En waar iemand anders zegt, ja, zo'n wettelijke norm, dat is toch wel echt de bezemwagen. Ja, daar zou je, ik zou veel liever natuurlijk naar een koploper als Edge willen kijken. En meer een Japanse strategie willen aanhouden, zoals ze bij stofzuigers bijvoorbeeld gedaan hebben. Hè, wat presteert een stofzuiger vandaag de dag? Nou, dan wordt dat de eis voor over 5 jaar. En dan gaan we dat zo op die manier doorstippelen. Want dan weten we in ieder geval, dan is de markt, is de bereik, het is technisch mogelijk, maar... nog niet voor iedereen, dan heb je 5 jaar adaptatievermogen. Nou, het is een droombeeld van mijzelf, het is niet de daadwerkelijke praktijk, maar ik kan wel zeggen dat wat ik zie, wat er allemaal vanuit Europa gaat komen, en hoe urgenter en hoe minder tijd we ook hebben, ja, die druk die gaat enorm worden. En het gaat straks ook wel een race tegen de klok worden, van hebben we de juiste mensen bij elkaar, hebben we de kennis daarop ontwikkeld, en kan je dan op dat moment ook nog steeds een steentje bijdragen in die vastgoedwereld. Ben jij een beetje tevreden met het antwoord? Jij noemde al even Europa. Er gaat bijvoorbeeld de EU taxonomy gaat op ons afkomen. Eigenlijk de taal waarin we over duurzaamheid praten in Europa, kort samengevat. En ook een methode, zeg maar, waarmee je kunt aanmerken in hoeverre de activiteiten of de assets van jouw bedrijf duurzaam zijn of niet. En dat is wel belangrijk om dat even te noemen, want er gebeurt natuurlijk nationaal heel veel, maar ondertussen achter de schermen gebeurt er in Europa heel veel. Dus even weer in een stukje reactie op jouw vraag van, er moet niet meer tempo worden gemaakt en moet er niet bouwbesluit worden aangepast? Ja, natuurlijk, maar vergis je niet in wat er allemaal nog aankomt. En er gaat best wel wat gebeuren. En die EU-taxonomy, die is wel weer heel interessant, vind ik zelf, want daar spelen de banken ook wel een hele instrumentele rol in, want wij... moeten ons ervan vergewissen of een bedrijf of een vastgoedontwikkelaar EU taxonomy proof is. Dus wij beginnen nu al met hele lastige vragen te stellen richting grote bedrijven in de bouw- en vastgoedwereld. Van zeg, zijn jouw bedrijfsactiviteiten EU taxonomy proof als je kijkt naar klimaatadaptatie, als je kijkt naar circulariteit en komt ook die CO2 weer in zicht. En we stellen die vragen nu aan de grote bedrijven, maar die hebben een heleboel co-makers. Dus die stellen de vraag ook weer, zeg maar, aan hun co-makers. Dus iedereen voelt wel, zeg maar, dat een enorm ding is en dat je ook steeds meer aantoonbaar moet gaan maken. En dat gaat nog zo'n enorme puist met werk met zich meebrengen. Als het goed uitpakt, wordt onze gebouwde omgeving daar ook duurzamer van, gaan we veel meer CO2 reduceren. Als we het op een slechte manier doen, dan zijn we met een hoop papierwerk bezig. En dan zijn we alleen maar dikke pakken papier over de tafel aan het schuiven. Ik zie een vraag van Sascha. Ja, dankjewel. Niet helemaal over de taxonomie, dus die wil ik niet ondergraven. Maar ik hoor nu de signalen vanuit de staat dat er stimulering komt. En dat gaat voornamelijk ook over biobased. Uitstoot verminderen, schonere materialen. Nou, vanuit de markt doen we dat met carbon credits.
krijg je straks heel erg een prikkel om meer te bouwen met hout, met biobased gewassen. Maar dan blijft in dat rijtje van carbon design principles, blijft dan misschien de niet bouwen en die andere stappen een beetje minder gestimuleerd. En ik vroeg me af, als we het hebben over geld speelt een rol, hoe kan je daar dan met geld nog een stimulans voor geven? Dat is misschien anders denken dan dat we nu denken. Ga jij een antwoord geven of heb je ook een vraag? Nou, ik denk dat we veel meer moeten inzetten op renovatie. Ook in beleid en ook in alle andere dingen. Ik denk dat we daar niet bouwen, oké. Renoveren is dan denk ik 2. Ja, dat vind ik dan ook een beetje niet bouwen. Wij gaan hier door, jongens. Ja. Ja, nee, sorry. Maar mijn vraag aan hun dus is van, wat mijn vraag is dus, hoe zien jullie dat niet bouwen is, dan levert veel weerstand op, en misschien terecht. Maar renoveren, anders omgaan met ruimte, hoe kunnen we dat met geld ook stimuleren? Terechte vraag. Ja, en hij gaat wel gepaard met, waar zou je eigenlijk mee moeten stoppen? En Onno, jij zei net in het begin al eventjes van, een beetje gekscherend wellicht, ja, ik ben projectontwikkelaar, ik moet stoppen met bouwen. Maar hoe kijk jij naar... Dat heb ik niet gezegd, maar lijkt me wel een goed plan. Ja, toch? Ja, nee, dat was een aanleiding van jouw aankondiging, dat we op een lockdown terechtkwamen. Ja. En dan kan ik niet meer bouwen. Hoe zou jij nu als projectontwikkelaar, want we hebben het inderdaad, je kent het, hè, carbon-based design, niet bouwen begint het mee. We wonen op grote voet in Nederland. Hoe zou jij nu als ontwikkelaar hier een rol in kunnen spelen? Ja, kijk, het is best wel moeilijk, hè? Het is een moeilijke vraag. Wij zijn heel erg, als je kijkt hoe wij aan onze projecten komen in de algemene zin, is dat op basis van uitvragen die worden gesteld. En dan schrijven we op in, of wij kopen speculatief gronden, waar uiteindelijk een gemeente besluit om bestemmingsplan te wijzigen, en die heeft een idee over hoe die hele planvorming eruit moet gaan zien. Dus dat is algemeen zeer gebruikelijk om te doen. Dus op het moment dat je wilt dat wij niet meer bouwen, zul je de huisvestingsopgave op een andere manier moeten doen. Of je dan elk mogelijk niet woongebouw moet gaan transformeren in wonen, hè? Want we moeten meerdere mensen gaan huisvesten. Nederland is buitengewoon aantrekkelijk om te leven en daarmee ook te wonen. Dus dat is niet zo makkelijk gedaan. Dus je kan wel... Al heb ik je ook wel eens horen zeggen dat je je kind bewust al Engelstalig opvoedt, omdat je niet helemaal verwacht dat hij altijd in Nederland zou kunnen blijven wonen. Ja, sommige dingen bespreken wij gewoon eenmaal op één. Dus dat is een heel ander gesprek. Dus dat heeft ermee te maken dat je gewoon... even om de antwoord te geven. We moeten heel kritisch zijn naar de wet en regelgeving die zorgt ervoor dat er een onnodige vraag naar woningen komen. We kennen het, velen van ons die hebben gestudeerd, hebben in hospita's gewoond. We mochten woningen splitsen op een eenvoudige manier. Daar zijn vele gemeentes op tegen. Heel veel gemeentes hebben een ondergrens hoe groot een woning moet zijn. Nog steeds vandaag de dag niet kleiner dan 70 vierkante meter, want daar kan je niet normaal in wonen. Er zitten heel veel prikkels, ook in het sociale systeem, huursysteem, koopsysteem, wat ervoor zorgt dat bijvoorbeeld, slechts een voorbeeld is je eigen voorbeeld, mijn vader, die heeft een nieuwe vriendin, allebei zijn ze weduwe, ze houden allebei hun huis aan. Waarom? Omdat er geen enkele prikkel voor hun in zit om een van de huizen te verkopen. Want weet je, iets nieuws kopen is altijd een groter drama. Dus daar beginnen ze gewoon niet aan. Dus houden we allebei huis aan. En zo zijn er talloze methodes. Sociale woningbouw. Als je kind 18 wordt, schoppen met huis uit. Anders gaat je besteedbaar inkomen omlaag als je een uitkering hebt. Er zitten allemaal prikkels in het systeem die zorgen voor een onnodige vraag. Of we dan helemaal niet moeten bouwen, weet ik niet. Want ik denk dat we nog steeds een toevoer hebben. Maar een deel kunnen we afvangen. En ten aanzien van mijn kinderen, daarop even te kort op terugkomen. Ja, mijn twee kinderen doen tweetalig onderwijs. Althans, de eerste zit op een middelbare school. Die doet tweetalig onderwijs. Omdat er gewoon een andere trend gaande is. En dat heeft gewoon met financieringen, eisen van de banken en de sectoren te maken. We gaan opnieuw kijken hoe duurzaam Nederland is op een lange termijn. En wij als Nederlanders moeten dan ook koploper worden in deze transitie. Omdat het ons eigen belang is, net zoals dat het belang in New York is, op vele plekken waar we in delta's wonen, hebben we het belang om koploper te zijn en het voorbeeld te schetsen hoe het wel kan. En dat moeten we sneller doen dan dat we tot op heden hebben gedaan. Want we hebben helemaal niet de tijd om in 2025 een MPG van 0,5 die alle normale ontwikkelaars nu al kunnen halen. Daarom top dat jullie het doen. Maar we moeten die eisen, die perspectieven in 2030 nu al scherp gaan stellen. Niet alleen eisen voor 2025, maar ook 2030. Dan kunnen we een transitie ingaan en dan kunnen we versnellen. Constantijn,
Mag ik jou, dan ga ik naar jou, Leontien, Constantijn. Ook jij, projectontwikkelaar. Ik vind het een mooie vraag van Sascha. Onno, die vult hem mooi in, hè, dat alle eigenlijk verkeerde, contraproductieve prikkels aanwezig zijn, waardoor we op grote voet leven. Zie jij voor jullie als Edge een rol weggelegd om hier iets in te betekenen? Even het begin van de vraag was van, joh, denken jullie ook wel eens na over niet bouwen? Hè? Want dat is, ja, dat is natuurlijk voor een projectontwikkelaar best wel ingewikkeld. We zijn wel steeds kritischer of we iets wel of niet op een bepaalde plek moeten doen. Dat is één. En we zijn steeds kritischer geworden of we voor nieuwbouw of voor herontwikkeling moeten gaan. Wat je nu ziet is, niet dat dat prijzenswaardig is, maar je ziet bij ons dat meer dan de helft van het portfolio is herontwikkeling. Dus er is echt wel wat veranderd. Simpelweg omdat je dan ook vanuit carbon-based gedachten beter bezig bent. Maar wat je ziet, en dat is wel interessant bij ons, is dat we eigenlijk aan het verschuiven zijn, in ieder geval in het denken, we doen het nog niet, van nieuw build, redevelopment naar retrofit. Dat we wel serieuzer aan het kijken, want daar ligt, voor mij zei jij dat, daar ligt natuurlijk de grootste opgave. Het is helemaal niet ingewikkeld om, nou ja, in de niche-markt waar wij in zitten, met nieuwe gebouwen aan al die hoge eisen te voldoen. Ja, de grote uitdaging ligt in de bestaande voorraad. Maar dat is voor ons best wel ingewikkeld, omdat wij vanuit een bepaald, bepaalde ambitie, bepaald DNA denken en dat ook proberen uit te dragen. En dan moeten we wel van een aantal onderdelen afscheid nemen. Hè? Maar die discussie die is wel heel erg gaande nu bij ons, om te kijken of we op grotere schaal wat kunnen doen door bijvoorbeeld portfolio's te retrofitten. Dus dat speelt wel degelijk een rol en dat is ook gevoed vanuit het carbon denken. Ik raad ook iedereen aan, en ik vind het wel interessant, MVRDV, een van de grootste architectenbureaus van Nederland, die pleit ook voor niet bouwen. Dat vind ik wel interessant. En die hebben het woonplatform, moet ik even goed zeggen, woonplatform, ja, ze heet gewoon een woonplatform toch, wat zij hebben ontwikkeld, ja. Is online te vinden waarin allerlei data en tips staan als het gaat om niet bouwen. Leontien, ja, niet bouwen, contraproductieve prikkels. Hoe kijken jullie als ABN hiernaar? Nou, ik vind het altijd heel lastig om in zwart-wit termen te praten, want met helemaal niet bouwen, dat lukt niet, of nog niet op dit moment. En daarom vind ik het ook belangrijk om te benoemen dat er ook zoiets bestaat als optoppen. Wat zeker eigenlijk een combinatie is van retrofit en toch ook nieuwbouw. Waarbij we ons moeten realiseren, als we kijken naar die woningbouw, misschien ook wel voor andere typen vastgoed, dat er nog heel veel ruimte is in de bestaande stad, in bestaande dorpen, om bijvoorbeeld wooncomplexen die een aantal lagen hoog zijn, op te toppen met 1 of 2 verdiepingen. Daar zit, en dat raakte Onno net al aan, daar zit wet en regelgeving nog best wel in de weg. Want als je kijkt naar de hele VVE-problematiek, nou, die speelt bij verduurzaming van appartementencomplexen, maar die speelt net zo goed bij optoppen. Hè, voordat je iedereen uitgelijnd hebt, alle neuzen dezelfde kant op. Maar ik vind optoppen echt zo'n voorbeeld van, ja, het is tegelijkertijd geef je een upgrade aan een bestaand gebouw en je voegt ook gewoon iets toe. En dat toevoegen, ja, daar moeten we realistisch in zijn. Daar komen we ook voor een deel niet aan. Zelfs niet als we, zeg maar, alle uitdagingen hebben opgelost, waardoor mensen nu onvoldoende prikkels hebben om hun woonwens toch wat meer bescheiden te maken. En toch, hè, als ik toch even terugga, want eens, we gaan niet alles kunnen oplossen door te zeggen, we stoppen nu meteen allemaal met bouwen. Dat klopt. Maar wat is de rol die jullie kunnen pakken als bank om toch op dat onderwerp, bijvoorbeeld studenten die gezamenlijk een hypotheek aan zouden willen gaan, of ja, noem ik er maar even eentje, maar welke rol kunnen jullie daar pakken? Nou, wij kunnen verschillende rollen pakken. We willen heel graag die rol dus pakken op dat optoppen. Maar een andere, iets anders wat we verkennen is van hoe kunnen we ook meer in tijdelijke huisvestingssfeer acteren. Ofwel op een tijdelijke locatie, ofwel echt met tijdelijke bouw. Op een circulaire manier, hè? Dus dat je ook het hebt over misschien wel meer modulaire woningbouw, waarvan je de materialen in de toekomst ook terug kan nemen en weer opnieuw kunt inzetten. Ik zou zeggen, wil je daar meer over weten, kom morgen naar de stand, dan vertellen we daar iets over. Sustainable living. Thomas, Onno die stipte er een aantal aan.
als het gaat om verkeerde prikkels. Dus komen er best wel veel komen er vanuit de overheid. Ik weet, het is niet in jouw portefeuille. Maar kan je toch iets over zeggen wat daar mogelijk speelt binnen de politiek? Nou, wat ik heel opvallend bijvoorbeeld vond en wat ook in diezelfde Kamerbrief te lezen is van december, is dat wel moet gekeken worden naar een aangescherping van de wetgeving, maar dat het niet ten koste mag gaan van het bouwvolume. Hè, dus dat is wel een soort van tegenstrijdigheid al bijna. Van ja, we willen heel graag anders, maar hè, dus op welke paar, ja, dus, daar zie je dus ook gewoon dat verschillende politieke invloeden gewoon, dat krachtenveld, dat heeft daar mee te maken. Ik vind het nog wel een hele mooie van, moeten we nou minder gaan bouwen, ja of nee? RVO, dat is een uitvoeringsorganisatie. Er zitten ongeveer 6000 man. Er was tot voor kort, werd die vraag nooit gesteld, maar er is ook een team woningbouw en die is er voor het versnellen van de woningbouwopgave. We hebben nu een duurzaam kompas ook voor RVO om onze opdrachten tegenaan te leggen. En gek genoeg, bij het versnellen van die woningbouwopgave werden eigenlijk nooit duurzaamheidsvragen gesteld of meegegeven. Dat is nu eens wel gedaan en gekeken van, nou past dat, hè, als we dat niet doen, past dat dan nog eigenlijk wel in onze opdrachten die we zullen willen aannemen als RVO van het Rijk? Nou, dan hè, het opstellen en het bevragen dus ook van de andere kant van je opdrachtgever, in dit geval is het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat doet heel veel stof opwaaien en dat maakt gewoon dat dingen in verandering komen. En die dingen die zijn daarmee niet meteen morgen al veranderd, ook al zouden we dat heel graag willen. Maar ja, het is wel ontzettend belangrijk om dat elke keer, hè, ook al denk je, ja, hier ga ik ontzettend tegen de muur aanlopen, om dat wel te blijven bevragen. En op die manier, misschien voor je collega, het pad toch alweer vast een stukje makkelijker te maken. Dankjewel. Vorige week was er een commissiedebat, die zou jij misschien ook nog wel hebben bekeken. En het gaat ook steeds vaker, merk ik, binnen de Tweede Kamer over optoppen. En inmiddels heeft Faisal Boulikjaar van D66 ook de term uitbuiken eraan toegevoegd. Dus ik merk wel dat als het gaat om optoppen, uitbuiken, inbreiden, en dat ook wel binnen de Tweede Kamer, dat het wel echt wel de aandacht heeft. Nou ja, nee, dat, daar zijn we nog niet, inderdaad. Is ook een van de knoppen om aan te draaien, maar daar wordt nog niet aan gedraaid, nee. Dus, mooi antwoord. Ja, kijk eens. Wouter Streefkerk, gemeente Rotterdam. Ik wilde nog even op terugkomen op Constantijn, die net de open oproep deed. Hoe zien jullie je rol en verantwoordelijkheid? Mocht dat nou net even de titel zijn van morgen in deze zaal om 3 uur, rol en verantwoordelijkheid binnen persproof bouwen. Even lekker reclame maken. Heel goed. Samen met de DGBC, Synchroon en Luning, waar we zeg maar dat verkennen. En ik wilde even terugkomen op zeg maar, hoe kan je dat optoppen, nou meenemen, hoe kan je soort daar hebben. Gemeente Rotterdam zal, nou ja, jullie wel bekend zijn, zeker de wethouders. Er was, nou, in ieder geval de vorige, was maar één ding belangrijk, hè, bouwen, aantallen, woningen, nummers. Alles mocht, zolang het maar niet minder snel ging en duurder werd. Dus dat is best lastig discussie voeren. Maar we hebben nu een nieuwe wethouder en we hebben steeds meer frictie die je krijgt in alle processen. Ook dat je het niet meer mee kan nemen, dat je verantwoording moet afleggen wat de impact is op CO2, maar ook op hittestress, op neerslag, op eigenlijk gewoon beter je huiswerk doen. Hè. Dus je merkt dat nu een beetje de tijd rijp is om toch ook inzicht te geven in onze bouwopgave, als je die anders inricht, hoe kan je dat doen en ja, aan welke knoppen kan je draaien? En dat hebben wij laten onderzoeken door Aveco de Bond. En die heeft een tool gemaakt waar heel onze bouwprognose per periode, een prognose, hè, dan kan je bijvoorbeeld persproof 2021 of een Rotterdams bouwproject inzetten. En daar kan je inzicht zien hoeveel woningen je kan bouwen binnen Rotterdams bouwbudget. Maar daar kunnen we ook aan toevoegen dat je bijvoorbeeld als je gaat optoppen waar je veel minder bijdrage hebt, dat je veel hogere aantallen kan halen binnen dat budget. Rotterdam heeft als een van de weinige gemeenten, ik geloof 1 miljoen vierkante meter aan leegstaande platte daken. Kan je iets zeggen over wat jullie als, ik ga het toch weer lekker onder de docs doen, kan jij iets zeggen over wat jullie als gemeente doen om dat stimuleren, dus de daken beter te benutten. Misschien zijn er andere mensen in de zaal die daar wel bij gebaat zijn.
Dat is een heel ander programma. Heb ik me helemaal voorbereid op CO2, kom je met zo'n vraag. Ja, sorry. Nee, we hebben een heel uitgebreid programma, groene daken, eigenlijk multifunctionele daken, waar we inderdaad hebben gekeken hoeveel daken er nu eigenlijk soort geen van die kleurtjes heeft. Hè. Dus we hebben ruimte voor opwekking, dat noemen we gele daken. Je kan water opvangen, blauwe daken, groene daken. En eigenlijk willen we kijken hoe je zo goed mogelijk de opgave van je stad kan vertalen naar die daken. En daar doen we hele onderzoeken voor wat daarvoor nodig is en welke constructies daar bijvoorbeeld geschikt voor zijn. Maar goed, wij lopen tegen diezelfde regelgeving aan af en toe ook, hè, dat je bepaalde dingen niet mag of niet kan. Maar we zijn, ja, daar is wel zeg maar heel veel invulling en heel veel progressie mee gemoeid. Oké, dankjewel. Zijn er nog andere vragen? Want we zitten redelijk tegen het einde aan. Zijn er nog mensen in de zaal die een vraag hebben? Dat is heel erg duidelijk geweest. Kijk eens. Onno, jij werkt natuurlijk bij de ontwikkeltak, maar jullie hebben Ballas Nedam ook een bouwtak. De ambitie en de voorlopersrol die jullie als ontwikkelaar vervullen. Merk je daar ook iets van bij de bouwtak? Dat ze dat oppikken? En de bouwtak moet hetgeen maken wat wij bedenken. Dus dat is het voordeel. Ja, moet. Ja, dus we zijn opdrachtgever en we hebben het vaak al gecontracteerd of wat dan ook. Dus ja, dat is moeten. En wat je ziet is dat bijvoorbeeld een zusterbedrijf van ons is Ursum, waar wij het een en ander met hout maken. En je ziet een enorme drang, ook bij de projectleiders, projectdirecteuren, om het verschil te maken. Dus je ziet voornamelijk een enorme transitie eigenlijk bij de mensen, dat ze hele gave dingen willen maken. En ik denk dat dat, die sociale transitie, waar Norbert net ook over had, dat dat echt aan het veranderen is. Dat mensen onderdeel willen zijn van die hele gave projecten. En ik denk dat social media daar op een positieve manier aan bijdraagt. Dat mensen eigenlijk heel graag willen laten zien in wat voor gave sector we zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld echt mensen die hoog in de boom zitten, die echt gewoon zelf al biobased huizen hebben gemaakt. En dat ook heel graag met het bouwbedrijf willen doen. En daardoor een oneigenlijke drijf bijna hebben, die tegenstrijdig is met het belang van onze aandeelhouder. Omdat ze dan echt ook met lage marges het toch willen maken, omdat die drijf zo groot is. Dus je ziet dat echt aan het veranderen en ik vind dat eigenlijk de meest hoopvolle verandering. Dat mensen gewoon eigenlijk geen onderdeel willen zijn meer van die oude industrie, maar die nieuwe industrie eigenlijk willen vormgeven. En ik denk dat wij allemaal, net zoals wij hier dan zitten, maar ik denk jullie ook allemaal, gewoon dat verschil gewoon in je eigen projecten of in je eigen beleidsadviezen of in je eigen vragen die je stelt of het tegenvragen wat we net hebben gehoord, gewoon echt het verschil kunnen maken. Want ik roep altijd intern, de vraag bepaalt het antwoord. Ik zou hem bijna zo mooi als die willen afsluiten hiermee, maar ik wil toch nog even een rondje vragen doen. Maar ik vond hem wel mooi, Elma. Thomas, is er nog iets wat jij de zaal mee zou willen geven? Een tip of een bevlogen woord zoals Onno? Wat ik het mooie vind aan de bouwsector is dat je ontzettend kennisintensief traject hebt als het gaat bij ontwikkeling en dergelijke. En dat maakt dat niet heel erg uit waar je precies op welke stoel je zit, maar dat je door juist het bevragen en op dat moment die vraag te stellen en het ook weer die informatie te absorberen, dat je enorm veel impact kan maken en die verandering kan maken. Het gaat nooit snel genoeg in je ene project, maar als je nu na 5 jaar terugkijkt, dan is er echt al ontzettend veel gebeurd. Ik kijk bijvoorbeeld naar het gebouw van het jaar 2023 van de BNA. Daar zie ik allemaal sociale thema's en ook duurzaamheidsthema's wel in die geselecteerde gebouwen voorbij komen. Als ik dat naar het boekwerk van 5 of 10 jaar terug doe, dan denk ik, hoe hebben we dat toen kunnen neerzetten? Dus volgens mij is er echt iets aan het veranderen op dit moment. Dus laten we die verandering vooral versterken met elkaar. Niet zozeer het andere tegenwerken, maar vooral versterken. Dat is volgens mij het krachtigste wat we kunnen doen nu. Mooi. Het wordt ook wel de kunst van uitzoomen genoemd. Af en toe eventjes, iedereen die werkzaam is in het duurzame veld. Het gaat nooit hard genoeg, maar af en toe moet je eventjes een stapje terug doen om te realiseren dat we ook wel flinke slagen maken. Mooi. Constantijn, aan jou dezelfde vraag. Ik denk dat het belangrijkste is, denk niet te veel in problemen, maar in oplossingen. En probeer buiten je eigen discipline te denken. Want wat wij nu zien op de projecten waar we ermee, experimenteren, is op het moment dat dat ook de code is, van iedereen mag vragen stellen en probeer out of the box te denken, dan komen de leukste ideeën naar buiten. En opeens zijn dingen wel mogelijk die eerst niet mogelijk bleken.
Ja, dezelfde vraag, ja. Denk ik. Ja, ik denk dat het gaat om een combinatie van drive, verwondering en gezamenlijk aan een bepaalde visie werken. Als we even een flinke stap terugmaken in de tijd. Ongeveer een week voor het aflopen van de Tweede Wereldoorlog had Nederland nog een voedselvoorraad van een week. En toen was er een wijze minister destijds van het kabinet in ballingschap, nou et cetera, die zei van, dit moeten we ons nooit meer laten overkomen. Nooit meer honger. Daar is vervolgens heel Nederland op ingericht. Daarom zijn de deltawerken er gekomen. Zodat er in Zeeland het nodige verbouwd kon worden om monden te voeden. Daarom is de, zijn er polders dooggelegd. Is het IJsselmeer veel kleiner geworden. Hebben we allerlei ingrepen in Nederland gedaan. In het verbouwen van gewassen, in de logistiek. Ons hele economische model is daarop ingericht. Het is fantastisch. Grootse daden zijn er verricht. Er is opnieuw behoefte aan weer zo'n wenkend perspectief waar we ons gezamenlijk achter kunnen scharen. En dat is, als je het mij vraagt, moet dat iets zijn in de richting van een duurzame woning voor iedereen. Als we dat als wenkend perspectief kunnen stellen en dat ook kunnen gebruiken als richtsnoer van zo gaan we het doen met elkaar. En we hebben alle antwoorden niet, maar we kunnen met elkaar wel alle vragen stellen en op die manier verder komen. Ja, ik denk dan dat Nederland dan opnieuw aan de wereld kan laten zien tot wat voor grote dingen we in staat zijn. Daar maak ik graag onderdeel van uit met iedereen die hier zit. Mooi. Ik denk wel dat we een andere minister-president hebben, want ik geloof dat zijn woorden waren dat hij niet over visie gaat. Onno, heb jij nog een laatste woord? Ik zou oproep aan jullie zelf willen doen. Wees volhardend, volg je eigen morele kompas, stel hem waar nodig bij en ga daarmee aan de slag. Dus ik zou zeggen, ga vooral zelf aan de slag en maak zelf het verschil. Mooi. Mogen jullie nog eventje blijven zitten? Willem, want dan wil ik jou nog even het woord geven. En mag je me ook afsluiten van mij? Oké, ik wil iedereen heel graag bedanken voor de aanwezigheid. Zeker de verschillende sprekers, dank daarvoor. En jullie zijn allemaal uitgenodigd. 22 juni is in het Keilenpand in Rotterdam vanaf 7 uur de volgende editie. En dan kijken we door de bril van de stedelijke modellen, de stedelijke schaal. Alles wat er wordt besloten voor je überhaupt een gebouw gaat tekenen. Wat betekent dat voor CO2-uitstoot? Waaronder Wouter Streefkerk van de gemeente Rotterdam. Top. Je kunt je melden bij carbonlab@groepa.nl. Hartelijk bedankt.